Zware mishandeling, 51 keer. Ja. Doodslag, moord, 31 keer. Winkeldiefstal met geweld. Vreselijk. Vreselijke verhalen van winkeliers die dat soort dingen meemaken. Ook 31 keer. Ja. Dan denk je toch, wat is daar aan de hand bij die asielzoekerscentra? Nou, dat in ieder geval moet dat dus bekend zijn en naar buiten gaan. Harbers is nu bezig om ook met de diensten precies in kaart te brengen wat er weer verhaal achter die cijfers is. Dus er komt nog een tweede brief. Dat wil ik ook wel even de kans geven dat hij even precies kan uitzoeken hoe dat zit. Dus ik ga daar nu niet verder op in, dat we even precies weten wat het karakter van die cijfers is. Maar als u die cijfers ziet, dan schrik ik me natuurlijk. 31 keer, dan denk je van 31 keer een moord. Nou ja, als je soms de berichten in de krant wel leest. Dat is, ik bedoel, we hebben veel asielzoekers, maar 31 moorden onder die groep asielzoekers. Ja, maar daarom wil ik ook even de kans geven aan Harbers om even waar dan staat 31 keer een moord, even precies te achterhalen. Is dat daadwerkelijk dat iemand ook overleden is of iets? Dat weet ik gewoon niet. Dus dat